Kijk, jij ziet of ze broodjesbol hebben. Ja, want die heer moet wel een grote. Ja, dat zeg ik ook. Ik zeg, ik heb er van, ja, wel gevolgens, misschien dat ze nog met vloer rijden. Kijk, hij zei wel, ik ben daar 2 uur, maar je 10 op. De kleedkamer. Ik ben appels aan. Ik ben pilo. Ja, ik heb door de rest. Ja, ik had ook een verzekering. Ik heb geen idee waar ik moet zijn. Maar eigenlijk, ja. Het is wel logisch. Ik kan een stoelkarnetje. Kijk, die hebben een Joodse coach, verwacht je. Ik dacht achter Tonja, maar ik was even vergeten dat Jeremy nog moest. Maar dat doen ze niet. En als ik het heb gekocht, dan kan ik het niet. Ze weet niet wat het is, man. Maar waarom steekt hij dan niet? Heel warm!
Ja, Rob van der Wal, assistent trainer. Ja, eerste helft. Ja, nou, het is een beetje een rommelige wedstrijd in het begin. Later liep het wat beter. Een goede ploeg ook, RCL, dat zie je wel. En nou, we overleven die strafschop. Maar voor de rest hebben we niet echt veel kansen tegen gehad. En ook niet heel veel gecreëerd. Twee kleine kansen met Mike. En vervolgens straft hij een fout goed af, 1-0. En ik denk dat het op zich wel een verdiende tussenstand is. Ja, nog een goed moment, hè? Die bal op de paal. Ja, was zonde. Goede aanval met Fabian, Fabian op rechts erdoorheen. Ja, ongelooflijk. Een mooie voorzet ook, ja, van de achterlijn. Mooie voorzet, achterlijn. En ja, bij de tweede paal goed ingelopen. Jammer, moet je een beetje geluk bij hebben. Maar op zich staan we goed. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Geef hoop voor de tweede helft. Vasthouden erop. Ja, zeker. Vasthouden. En als kan uitbreiden. Oké, bedankt. Ja, prima, Leo. Thank you.
Ja, trainer. Ja, ik zie je glimlach. Eindelijk. En ook verdiend, denk ik. We hebben er hard voor gewerkt. We zijn na te veel gelijkspelen zijn we toch wel met beide benen op de grond blijven staan. Toch getracht vanuit de voetballende situatie toch ook zelf meer het initiatief te kunnen nemen. Nou, eerst zelf ook geprobeerd, ook gedaan. Maar toen had je een tegenstander die nog wat gevaarlijker was. Toch door die ene voorsprong hebben we het ietsjes aangepast in de formatie, niet in de speelwijze. Waardoor we ze beter onder controle hadden. En dat was ook heel duidelijk. De tweede helft hebben we goed onder controle gehad en uitgespeeld. Ja, er was wel een schrikmoment, hè? Die handsbal, denk ik. Ja, ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat het gebeurt, dat het kan gebeuren. Patrick laat in eerste instantie man lopen. En daarna ja, doet hij iets. Maar ja, goed, dat zal wel de onervarenheid, de jongen in hem zijn dat het gebeurt. Maar daarbij moet ook wel gezegd worden dat, en dat vind ik juist heel knap als je zoiets overkomt. En als je dan nog zo'n wedstrijd neer kan zetten. Want voor de rest heeft hij gewoon echt een puikenwedstrijd gespeeld. Dus trouwens de hele verdediging, dus helemaal super. Nou ja, het hele team. Hele team natuurlijk, maar ook verdedigend. Dat vond ik met name dat opvallend, hoe ze stonden. Want ik vind de RC heel aanvallend, toch echt heel sterk, met een hoop lengte. En dat stond gewoon erg goed. En ja, natuurlijk heb ik voor de rest het hele team ook goed gevoetbald. We hadden er iets meer nog kunnen scoren, geloof ik. Maar nou, dat dacht ik. Ja, ja. Ik geloof dat we met een 3-0 ook weer tevreden moeten zijn. Het is niet te geloven, die tweede helft, joh, van een kans, hè? Ja, dat klopt ook wel. Maar dat is een vertekend beeld van de tegenstander. Hè? Want dan zou je zeggen, joh, want als je er nog 2-3 in maakt, dan maak je zo 5-6-0. Ja. En dan zou je zeggen, van, joh, een matige tegenstander. Dus gewoon een goede tegenstander. Heel simpel. Maar ja, we hadden het zo onder controle. En, ja, dus, maar zij probeerden natuurlijk maar zelf de doelpuntjes te maken. Ja, dat gaf ons heel veel ruimte om eventueel nog een keer te scoren. Wat we uiteindelijk dan toch nog een derde keer gedaan hebben. Ja, we dachten een hele lange tijd, en dat is een beetje grappig bedoeld dit, dat we met 12 man speelden. Ten opzichte van de scheidsrechter bedoel je? Nee, van Liam die aan het lijntje liep. Van Liam die aan het lijntje liep. Ja, maar goed, dat had te maken met Mikey die natuurlijk geblesseerd was. Waar ik Liam toch voor warm probeerde te houden. En ja, uiteindelijk wilde ik Liam toch gaan brengen. Ook niet direct even afwachten hoe het met Mikey nog ging. Dus ja, Liam heeft er goed opgepakt. Lekker een tijd warm gelopen. En heb ook nog lekker zijn minuutjes kunnen maken. Ja, hij kwam ver in het strafschopgebied vaak. Ja, hij is er dichtbij geweest. En buiten een enkele kans die hij zelf had, heeft hij ook nog wat mensen klaar kunnen zetten. Dus en heb ook zijn werk op het binnenveld gedaan door het af te jagen. Dus goede invalbeurt ook. Nou, sluitend mooie overwinning, Corné. Gefeliciteerd. Dankjewel, wij gaan het lekker in Amsterdam vieren vanavond. Oh ja? Ja, we gaan met de groepje naar Amsterdam toe. Met de bus is geregeld door de jongens, door Lorenzo. En dan gaan we met de begeleiding en de jongens gaan we met de bus naar Amsterdam. En dan gaan we de overwinning vieren. Op stap, ja. Okay, nou, veel plezier dan. Okay. Wist je dat niet? Nee, niks van. Niet geheel tevreden, denk ik, maar wel tevreden met het eindresultaat. Ja, dat is waar, Lee. Maar dat is uiteindelijk waar het om gaat, het eindresultaat. Voor mijn eigen ben ik niet echt tevreden, nee, want genoeg kans gekregen en ja, in mijn ogen veel gemist, maar toch gewonnen. Ja, maar toch, eerste helft, je zat er lekker in, het was een misser van die laatste man, maar je jetste er hem lekker in, maar ook nog het balletje op de paal. Ja, die kwam eerst natuurlijk. Fabio Toet kwam via rechts eroverheen. En ja, die gaf hem goed voor. En ik kon er net aankomen nog met mijn linkerbeen, alleen had ik het ongeluk dat hij de paal raakte in plaats van het net.
Maar ja, wat een kans in deze wedstrijd. Hè? Over, ja, zeker tweede helft. Ja, zeg dat wel. Op een gegeven moment toen we de penalty kregen en de 2-0 erin schoten, zeg maar, en voorkwamen. Toen gingen hun 1-op-1 achterin spelen, gingen ze mannetjes doorschuiven en toen viel er gewoon heel veel ruimte. Toen heb je heel veel kansen gecreëerd. Alleen, jammer genoeg, zijn het er maar bij 3 gebleven. Ja, ik denk toch dat iedereen heel blij is nu, want dat we toch weer aansluiting hebben met de top, zeg maar. Ja, ik had vanmiddag nog even naar de stand gekeken. We stonden 3 puntjes achter op RCO. Daaronder stond het allemaal dicht bij elkaar. Dat zou betekenen dat als je had verloren of gelijk had gespeeld, dan had je misschien wel een paar plaatsjes naar beneden gegaan. En dat hebben we niet gedaan. Dus als het goed is, staan we nu vierde. Nou, dat is hartstikke mooi, hoor. Dat is hartstikke mooi. Nou, gefeliciteerd, Mike. Dankjewel, hoor. Ja, zo gefeliciteerd. Dankjewel. Eindelijk weer die 3 punten. Dat is volgens mij de eerste winst. Ja, vorige week beker dan ook. Maar sinds ik terug ben dan... Ja, na een reeks van gelijke spelen en een verliespartij. Ja, klopt. Dus we hebben op zich lekker gespeeld, denk ik. Ik denk eigenlijk hetzelfde als die laatste wedstrijd toen we tegen RCL speelden. 2 jaar geleden, volgens mij. Toen is het ook 3-0 geworden. Dat is ook hetzelfde soort wedstrijd. Hetzelfde soort wedstrijd. Maar de opstelling die was, zoals ik het kon zien, 4-4-2. Ja, klopt. Ze speelden 4-4-2. Ruit op middenveld. En ik denk dat die jongens het op zich al goed hebben opgepakt. Ik denk Toet en Thomas veel diepgaand ook. Waardoor we soms gewoon met 4 aanvallers komen te spelen. Ja. En dat geeft voor jullie in de achterhoede ook toch wel wat rust en wat zekerheid, denk ik? Voor mij maakt het achterin niet echt verschil. Ik denk dat ik ook met Evert sta dat het op zich... Nee, maar dat het een beetje compact staat, zeg maar. Dat komt denk ik ook meer door RCL, doordat hun gewoon veel probeerden te voetballen. En wij hadden zoiets van, blijf maar aan de bal. We zakken wel gewoon rustig uit en dan zien we het wel. En het ging goed. Ja. Nou ja, wel opvallend was vandaag Angelo en heel positief. 90 minuten en volgens mij ook niet op de grond gelegen. Nee, klopt. Ik voelde hem wel op het einde, maar niet zo erg dat ik eraf moest. Nou, hartstikke gefeliciteerd en... Op naar de volgende wedstrijd. Maar yes, dankjewel. De man of the match. En natuurlijk is dat elke week best wel lastig om een man of the match uit te halen. Maar wij vonden het vandaag eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Ik weet niet hoe jullie het gezien hebben. Maar ik denk als ik Angelo Ravenberg vandaag heb zien voetballen. Angelo, die stond er vandaag. Zo'n keer weer. Ik heb vandaag een belangrijke dag bij SPC, denk ik.
kleinigheidje voor jou, dat ga ik weer pakken. En ook iets kleinigheidje voor je broertje. Esti, kom maar. Ik vond het super dat je bij ons was vandaag. Ik wil afspreken dat je nog gewoon een jaar met die 9, of een jaar of 9 worden bij de slechtste voetballer. Ja? Ton is super, dankjewel man. Ik wil iemand naar voren halen. En ik kijk even of ik de andere persoon ook zie. En ik zie vandaag niet, dat is Marcel Lichtmaat. En ik wil één groen even naar voren hebben als je. Dus ik heb. Wij als selectie mogen zijn we eigenlijk hartstikke trots op onze sponsoren. En eigenlijk SO Scheveningen en Rederij Groen hebben de selectie in totaal voorzien van allemaal nieuwe selectietassen. Het is denk ik heel mooi geworden. Daar willen we jullie hartstikke voor bedanken dat jullie dit weer voor ons hebben mogelijk gemaakt. Binnenkort gaan we natuurlijk op trainingskamp. Maar we niet bij vanavond met Nederland. We hebben ook vanavond meenemen. Een hele hoop meenemen. Je naam staat erop en Rederij Groen. Namens de selectie, heel erg bedankt dat je dit weer voor ons hebt mogelijk gemaakt. We zijn er heel erg blij met jullie. Henk, dankjewel. Onze scheidsrechter, Henk van der Roesjes, helemaal erg bedanken voor de leiding van de wedstrijd. Onze balsponsor, schoonmaakbedrijf Keus, ook weer hartelijk bedanken voor het sponsoren van de wedstrijdbal van vandaag. En uiteraard de dames en de heer van onze controlecommissie. Het was weer helemaal top vandaag. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Een hele leuke Sinterklaasdag. En wellicht zien we elkaar over 2 weken weer.